Jij bent sopraan en jij gaat zingen zondag op 22 december in de Sjorsbasiliek. Waarom ben jij sopraan geworden? Wat maakt dat zo mooi voor jou? Toen ik klein was, werd ik altijd door mijn vader en mijn opa meegenomen naar concerten van het Almeloos Christelijk Mannenkoor. Want daar was mijn opa eerst voorzitter van en nu is mijn vader daar voorzitter van. Dus het is me een beetje met de paplepel ingegoten. Ik heb toen besloten om het conservatorium te gaan doen. En ik denk wel dat eigenlijk mijn liefde voor muziek een beetje van mijn vader en mijn opa, zeg maar, vandaan komt. En ja, dus ik ben heel blij dat ik nu met mijn vader samen kan zingen eigenlijk. Want met zijn koor is dat is wel heel bijzonder om, ja, om dat te kunnen doen. En zij zingt al meer dan 40 jaar overal en in allerlei settings. Anja, kun je daar iets over zeggen? Ja, inderdaad, 40 jaar in het vak. Dat is al een hele tijd. Goed, daaraan kan je aflezen dat ik ook geen 35 meer ben. Maar stem is nog van boven tot onder. Goed. Ja, ik heb een hele lange loopbaan al in de muziek gehad. Als zangeres en zangdocenten. En nou, je kan zo gek niet bedenken of ik heb het gedaan. Van kamerconcerten tot theaterproducties. Van liederenrecitals tot Griekse liederen, chansons. Maar als soliste met koren, ja, dat vind ik heel erg leuk. Zing jij vaak sopraan ergens? Ben jij, ik neem aan, door het conservatorium ook beroepsmatig met muziek bezig? Ja, dat klopt. Ik heb wel de afgelopen jaren meer gefocust op doseren van muziek. Dus bij de muziekschool en op een middelbare school hier in Almelo. Maar ik heb zeker ook nog wel veel gezongen. Alleen het afgelopen jaar ben ik veel in het buitenland geweest. Dus nu is het wel een beetje gek om juist rond deze kersttijd, waarbij je normaal veel concerten hebt en dat soort dingen. Ik kom gewoon alleen even dit concert doen en dat is ook wel weer leuk eigenlijk. Jij hebt ook een beetje roots met Almelo en met de koren die er zijn. Ja, ik ben geboren Almeloze en mijn vader was bij het Almeloos Mannenkoor. En die heeft daar 30 jaar gezongen. Dus het contact met het Almeloos Mannenkoor is ook al heel oud, zeg maar. En dat geeft mij ook deze kerst weer dat gevoel van, hé, ik ben weer thuis, weet je. Die traditie van hun op die zondag voor kerst. Daar heb ik heel vaak als toeschouwer bij gezeten. Ook al eerder als soliste meegewerkt. Maar nu ben ik weer thuis en dat vind ik zo leuk dat ik nu nog weer eens een keer daar sta. Maar in ieder geval heel veel succes op 22 december en geniet ervan samen met je vader. Ja, heel erg bedankt. Ik hoop dat je ook deze kerst Almelo weer mag verblijden met je mooie stem. En dat het nog heel lang daarna ook zo mag zijn. Dankjewel, graag gedaan. And sleeping shadows.